helemaal, zoals beloofd, zou ik een keer een video maken van hoe ik mijn nieuwe kledingkast indeel. En al mijn kleren liggen er wel al, maar er kan nog een hoop gebeuren qua organisatie en qua indeling. Dus dat gaan we vandaag doen. Veel plezier met kijken! Oké, dus als we de trap opkomen, dan komen we via deze kant mijn kamer binnen. En dan is hier in het eerste gedeelte mijn kledingkast en in het tweede gedeelte mijn kantoor. Nou, en zoals je ziet aan deze linkerkant heb ik al mijn kleding liggen en hangen. En aan de rechterkant hangen wat jassen en schoenen. Een schoenenkast. En dit is hoe het er nu uitziet, maar er kan nog wel het een en ander gebeuren zoals ik al zei. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Als eerste hebben we hier de kant van de schoenenkast en eigenlijk ben ik hier wel tevreden over. Dus ik ga hier niks aan veranderen, maar ik ga hem wel even aan jullie laten zien. Ja, het is een beetje krap, maar goed. Als ik hier ga staan, dan schiet het niet op. Dus voor de video kan ik beter even blijven zitten. Als eerste heb ik hierboven een aantal hakken. Een paar zwarte. Deze van de Zara vind ik heel mooi. Een paar blauwe. Kobaltblauw. Maar die heb ik niet zo heel vaak aangezien dat ze echt heel erg hoog hebben. En vrijwel geen plateau ofzo, maar... ik vind ze wel heel erg mooi. Die schoenen zijn voor af en toe. Het zijn ook wel echte statement schoenen. Hier heb ik een paar hakken staan en die zijn een stuk lager. En daarachter twee paar hakken van Supertrash. Twee dezelfde in het zwart en in topkleur. Dan heb ik hier een paar sleehakken. Die zijn van de Primark. En dit paar hakken is ook van Supertrash. Vind ik heel fijn. Hele mooie met een pieptoe. En achter dit leuke detail. Dan heb ik hier twee paar enkellaarsjes staan. In een nude kleur, bruine kleur. En hier deze in het zwart. Maar die moet ik naar de schoenmaker brengen, want de hakjes zijn helemaal kapot. Dus ik kan die nu eigenlijk niet aan. Zijn van de Dolce. Zijn eigenlijk trouwens mijn favoriete enkellaarsjes altijd geweest. Ik heb... sinds niet zo hele lange tijd een paar nieuwe zijn ook van de Dolce's. Maar dit zijn eigenlijk echt wel mijn lievelings. Maar de hakjes gaan hier heel snel van stuk. Dus ik dacht ook wel dat deze schoen het niet meer zo heel lang uit zou houden. De zool gaat hier ook een beetje kapot. En de binnenkant is een beetje stuk. Omdat ik, omdat ik ze heel vaak draag. Of heb gedragen in ieder geval. Dus toen heb ik een keer bij de Dolce's een nieuw paar gekocht. Niet dezelfde, maar ook enkellaarsjes die ik erg mooi vind. En dan hieronder heb ik twee paar laarzen. Dit zijn een basic paar zwarte laarzen. Leren van de Dolce's. Niks speciaals aan, maar die vind ik altijd erg fijn om te hebben. Dus toch nette schoenen, maar niet echt met een hak. Dus dat is wel fijn, dan kun je heel lang lopen. En dit zijn echt mijn favoriete laarzen. Deze zijn van de... even denken. En hieronder... hebben we dan drie paar All-Stars. Donkerblauwe, witte en een beetje zalmkleurige. En hieronder staan mijn sneakers. Dus natuurlijk mijn lievelings Jordans. Die heb ik als laatste gekocht. Dus dit is eigenlijk mijn nieuwste paar schoenen. En daarnaast mijn witte Nike Airs. Die gebruik ik heel vaak voor dansen. En in de hoek staan mijn Timberlands. Als we een beetje draaien hebben we hier een mandje en daar liggen mijn slippers en sandaaltjes in. Daarachter heb ik dan een aantal van mijn klutjes. Of in ieder geval niet echt klutjes, maar van die kleine tasjes voor het uitgaan en zo. Die heb ik drie. Een nude kleurige en twee zwarte. Eentje met studs, een zwarte. En eentje een beetje meer een nette variant. En hier aan de zijkant heb ik dan een aantal van die spuitbussen liggen om je schoenen mee in te sprayen. Dan hebben we hieronder een open vak en die is eigenlijk voor extra paar laarzen. Hier staat nog een paar laarzen en dit ding moet eigenlijk... dan heb ik hier in het zijvak mijn UGG staan. En daarnaast mijn oudste paar laarzen. Deze zijn van Swerde, grijs. En is een beetje hetzelfde model als, als die zwarte die ik net liet zien. En dit vind ik echt een heel fijn model, maar... ze zijn eigenlijk wel heel vies, dus misschien dat ik ze maar weg moet gaan geven of wegdoen. En daarnaast heb ik een paar sleehakken enkellaarsjes staan van de Primark. En deze waren echt iets maar iets van 8 euro of zo. En ik heb er heel veel op gelopen. Ik vind ze heel fijn.
niet een te hoge hak en een slee loopt prima. Maar ja, de hak gaat gewoon best wel snel stuk. De kwaliteit is niet zo goed. En dat is ook logisch natuurlijk voor 8 euro. Dus ik denk niet dat deze nog heel lang meegaan. Maar voor zolang dat ze meegaan ben ik heel erg blij met deze schoenen. Hieronder staan nog een paar hakken. Hier liggen nog oude All-Stars en Vans. Een paar bij elkaar. Een beetje van die festivalschoenen, zeg maar. En dit is een oud paar schoenen die we ooit gedragen hebben bij dansen. En ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet doen. Ik ga in ieder geval de veters vervangen, want ik vind ze wel leuk. Maar de rode veters zien er niet uit. Dus ik ga die denk ik gewoon vervangen door witte veters en dan kan ik ze weer aan. Dan zien we hier een aantal jassen. Als eerste heb ik hier mijn college jacket. Een lichte winterjas. Een beige winterjas. En hier mijn nieuwste winterjas. Die is van Belle nog wat. Waarvan is dit? Vind ik een hele mooie jas. Rino en Pelle. Rino en Pelle. En hier heb ik een windjacket van Adidas. Een lang vest. Bodywarmer. En dit zijn wat jassen, maar die zijn niet van mij. Maar die hangen hier even voor de... Ja, voor de hang. En hier, zoals je ziet, nog een of andere oude blazer. En die is als zombiekleding, maar die hangt ook nog even hier voor de carnaval. Ja. Het is een schuin dak, zoals je ziet. En daar heb ik al mijn sjaals liggen. Een mand. En hier heb ik allemaal, dikke wintersokken in liggen. Van die cozy socks en majo's. En dit zijn een aantal panties, maar die ga ik nog uitzoeken aangezien dat er... Die lagen los in mijn kast en waarschijnlijk kan ik de helft ervan weggooien omdat er gaten in zitten. Dus die ga ik nog een keer langs. Dus hier liggen panties, of majo's. Hier liggen nieuwe panties in een doosje. Die waren een keer in de aanbieding bij de Hema. Dus daarom heb ik er 3. En hier heb ik beenwarmers en een aantal van die tasjes die gewoon makkelijk zijn. Nu zijn we aan de overkant beland en ik wil je natuurlijk het eerste meenemen naar mijn favoriete deel. En dat is deze hangstang met al mijn jasjes, want ik ben verzot op jasjes. Zoals je ziet hangt die wel al best wel vol. Dus ik wil jullie even hiermee doorheen nemen of ik een aantal jasjes weg kan gooien of op een andere plaats kan opbergen. Nou heb ik er hier in de hoek al meteen een paar. Dit zijn twee eigenlijk echt jassen. Dit zijn niet echt jasjes, maar echt jassen. Dus deze ga ik aan de kapstok hangen, want dit zijn ook weer niet echt winterjassen, maar die kan ik nou nog wel eens aan 's avonds. Dus deze die gaan naar beneden. En dan had ik hier al twee jasjes hangen. Dit is er eentje, die hebben we ooit een keer gekocht voor dansen, maar hij is rood. En ja, ik weet gewoon dat ik dit niet zal dragen voor mezelf. Dus deze die ga ik denk ik weggeven. Misschien aan een van de meiden van dansen, mijn leerlingen. Dat iemand hem wil hebben voor de solo. Want ik draag dit toch niet meer. Dus ik ga dit niet in mijn kast laten hangen, want het is alleen maar troep dan. En dan heb ik hier een blazer. En die ga ik meegeven naar Gambia. Want ik heb al een andere blazer. Dit was mijn oude blazer. Deze is van Only. Alleen die begon een klein beetje zo te pullen en toen heb ik een keer een nieuwe blazer. En dan beginnen we dus aan deze kant met mijn witte blazer van de H&M. Dit is een blazertje van Esprit en die heb ik ook een keer laten zien aan jullie in een shoplog. Heb ik gekocht bij de Esprit Outlet vorig jaar. Vervolgens mijn favoriete leren jack van Goosecraft. Specialere blazer heb ik gekocht bij Eddie's in Eindhoven en deze is van Glamorous. Dus dit is echt een apart exemplaar. Heb ik ook al een keer laten zien in een shoplog. En dit is echt een statement piece. En dan dit jasje. Oh. Deze doe ik sowieso. Hier ook een van mijn favoriete jasjes. Dit is ook echt een jas voor in de winter, zoals je ziet met hier zachte wolletje. Lekker warm. Dat is echt een van mijn lievelingsjasjes.
natuurlijk mijn favoriete jasje die ik als laatst nieuw heb gekocht. Als jullie de shoplog hebben gekeken van laatst in Maasmechelen Village. Deze van Meester Scotch. Daar ben ik echt super blij mee. Dus het is een spijkerjekje met leren mouwen. Als laatste twee. Dit giletje van Object met heel veel pailletjes. En die heb ik gekregen tijdens mijn makeover van de Yves Rouge Miss Makeup Days. Mooi ding. Wel echt een pain in the ass als je hem aan hebt. Want mijn haar. Je kunt het niet dragen eigenlijk met los haar. Want alles blijft aan die pailletjes hangen. Dus als ik deze aan heb, dan zal ik echt mijn haren op moeten steken ofzo. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dus die hou ik, maar deze is echt voor af en toe met nieuwjaar of zo. Of met kerst. En als laatste, deze jas. Deze heeft een hele grote kraag. En dit is dan ook stof. En het randje en de mouwen zijn van nepleer. Vind ik een heel leuk ding. Maar het liefste zou ik nog ergens een keer een centuur vinden om hem in het midden, bij het middel vast te strikken. En dan denk ik dat ik graag iets van dit soort leer zou hebben. Maar die heb ik nog niet gevonden, maar die wil ik heel graag, want dat vind ik wel. Dan kan ik het ook echt als jas dragen. Nu blijft die open, dus je draagt het meer als vest of zo. En ik wil hem ook graag als jas dragen, dan moet ik er dus wel echt een centuur bij hebben. Dan komen we aan bij dit deel van de kast en daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Dit is eigenlijk een keukenkast van de IKEA en die stond er in de koopjeshoek. En ik dacht, ja, je hebt toch een ladekast nodig. En zelf een ladekast maken is best wel lastig, omdat dit natuurlijk vloeiend open en dicht moet gaan. Dus we hebben gekozen om deze te halen. Het was helemaal niet duur toen, glasplaat erbij en zo hebben we hem verwerkt in het design van de kast. Dit is het doosje van mijn Michael Kors horloge en dit is het horloge wat ik het vaakste draag, omdat het natuurlijk ook echt mijn enige dure horloge is. En deze staat daarom voor de sier zo mooi op de tafel uitgestald. Heb ik hier twee kleine doosjes waar ik wat dure kettingjes in heb zitten en zo. En als laatste hier een klein schatkistje is het. Deze heb ik echt al heel lang, vanaf dat ik een klein kind ben volgens mij. En daar zit mijn nieuwste armband van Supertrash, die ik heel fijn vind. En hier wat zilveren ringen en zo. Hier zit een beetje mijn duurdere sieraden in. Die heb ik al helemaal geordend, zoals je ziet. Als eerste heb ik hier al mijn truien en vesten die ik niet mag ophangen. Want er zijn verschillende truien, ook van wol en zo. Maar die mag je beter niet ophangen, want dan rekken ze helemaal uit. Dus hier heb ik die truien en vesten liggen. En die heb ik allemaal op dezelfde manier als pakketjes opgevouwen. Zodat ze allemaal mooi hier op elkaar naast elkaar geordend kunnen worden. En zo kan ik meteen al mijn truien zien in plaats van dat ik ze op elkaar heb gestapeld. En het blijft ook heel fijn zitten. Want als ik zeg, hey, ik wil nou even deze trui hebben. Hop, hop, zo. En het is niet dat alles in elkaar stort. Dit blijft heel goed zitten. Omdat er gewoon genoeg truien achter elkaar zitten. Hier heb ik een pakketje zoals je ziet. Netjes mooi opgevouwen. En als ik zeg, oh, deze komt uit de was. Dan stop ik hem er gewoon zo in tussen. En dat vind ik een hele fijne manier van opbergen. En dan heb ik aan deze kant mijn trainingsbroeken en truien. Ik heb deze broek van Adidas, die ga ik sowieso meegeven aan Gambia. Dit is een neppe broek van Adidas. En ik heb ook een echte. En deze ga ik, ja, wat moet ik mee? Die ga ik gewoon weggeven. En dan hebben we hier de laatste lade. En die is nog een rotzooi, zoals je ziet. Ik heb hier als eerste één doos, zo'n plastic bak in staan. En daar zitten al mijn haarspullen in. Dus elastiekjes en speldjes en föhn en steltang, krultang, al die troep. Maar die gebruik ik niet zo vaak, dus die heb ik hier in een doos. En die doos heb ik gewoon dicht, dan blijft alles schoon en op zijn plek.
Oké, dit is het geworden. Dus zoals je hier ziet, links hebben we nog steeds de bak met de haarspullen. Rechts onderin heb ik een hele rij met sportbroeken en sporthempjes en sportshirtjes. En rechtsbovenin liggen mijn kniebeschermers voor dansen en mijn sportondergoed. En in het midden hebben we nog steeds de bak met mijn riemen. En dan gaan we verder met het volgende deel van de kast. Ik heb hier trouwens toch nog gekozen voor een andere indeling. Dus ik heb eerst echt alle jasjes. En helemaal aan de rechterkant heb ik de giletjes gelaten. Aangezien dat eerst was het toch, vond ik het een beetje rommelig ogen dat de giletjes er tussendoor hingen. Want dan heb je dus geen mouwen. En dit vind ik net wat mooier en rustiger ogen. Dan hebben we nu hier dit lange hanggedeelte. En dit is natuurlijk het enige hanggedeelte samen met de kant van de jassen die helemaal tot onder is. Dus hier heb ik al mijn jurken en langere kledingstukken hangen. En ik heb er ook voor gekozen om de nette tops hier tussen te hangen. Als eerst heb ik hier mijn bekende badjas. Mijn apensbadjas. Veel te heet voor nu. Ik ben nu al aan het zweten. Het is hier belachelijk warm. Maar ja, die hoort hier te hangen. Dan heb ik hier een roze cardigan tussen en die ga ik weggeven. Richting Gambia. Ik draag helemaal, ik heb een hekel aan roze, moet ik even toegeven. Dan heb ik hier een roze top en dit vind ik wel een mooie roze, want het is een iets donkerdere, diepere roze. En ik vind het stofje ook een stuk mooier. Dus dit is een van mijn nettere tops en die hou ik wel. Even kijken hier doorheen. Dit is een jurkje, die ga ik ook wegdoen. Hier een top, hier nog een top. Langere cardigan, yep. Dit wil ik allemaal houden. Dit is ook een hele mooie nette top met een open rug. En mooie zilveren draad er doorheen geborduurd. Deze heb ik nog niet zo heel lang geleden gekocht. Voor kerst een keer, denk ik. In de uitverkoop bij de Outbrox. Ik heb een hele mooie top. Dit is zo'n korte cardigan. Gaat ook naar Gambia. En dit jurkje wil ik wel heel graag houden. Maar die heeft geen bandjes of zo. Dus ik moet hem hier overheen hangen. Zo, nu ziet het er zo uit. Ik heb ervoor gekozen om een badjas aan de kant van de jas te hangen. Helemaal nu dat het zomer is. Heb ik hier toch net wat meer ruimte. En zoals je ziet gaat het hier van wit naar beige. Naar wat meer brons. Zwart. En hier als laatste wat kleurtjes. Dus ik zal even snel jullie doorheen nemen. Een peplum top. Wit jurkje. Witte jurk en die zit in de zak van de stomerij, want dan hou ik hem het beste schoon. Ook wat jurkjes. Top, top, top. Cardigan. Dit is mijn lievelingsjurk. Dit was mijn gala jurk van het eindexamen gala van Josh V. Ik had het niet zo heel vaak aan, het is een hele nette jurk, maar wel heel mooi. En hier heb ik van alles hangen. Hier eerst wat jurken, zwart. Dan heb ik hier al mijn tops met glitters. En deze sluit het een beetje af. Heeft ook een beetje glitterachtige. En dan heb ik hier wat tops en dan ga ik richting kleur. En het eind. Dus dat hangt hier. En hierboven heb ik tot nu toe niks staan. Alleen een tasje van Supertrash en mijn glitterpet. Ik vind het altijd wel handig om ergens iets van een tasje te hebben. Daar kun je dan van die kleine frotsels in kwijt. Tot nu toe zit er nog niks in. Maar als ik dat stukje niet hoef te gebruiken, dan hou ik het graag zo. En dan zie ik die pet ook nog eens, want die gebruik ik natuurlijk nooit meer. Die heb ik ooit gemaakt voor dansen. Hieronder heb ik ook een mand. En wat heb ik daar nou? Hier heb ik gewoon nou mijn zomersokken, dus enkelsokjes. Hierachter heb ik een body. Dit zijn al mijn zwarte onderbroeken. Hier heb ik wat hemdjes die ik vaak draag onder shirtjes en zo. BH-bandjes en bandeaus. Dat ligt hier. En eerst laat ik hier ook nog mijn pyjama's bij, maar die heb ik nu naar de slaapkamer verhuisd.
Want anders was het toch wel erg vol in die bak. En dan komen we nu bij dit deel. En hier heb ik wat vesten die wel mogen hangen. En dan daarna al mijn blouses. Deze ga ik wegdoen. Dit is een mannenblouse. Maar ik vroeger, een aantal jaar geleden droeg ik die eigenlijk best wel vaak. Het is een mannenblouse. En die droeg ik dan met een rokje en dan een tailleriem. En dan met de laarzen in de winter. En ik vond het eigenlijk wel een leuke kleur. Maar ik denk dat hij is een beetje verwassen. En volgens mij hier achterin zit een gat. Dus ik heb er iets mee gedaan. Dus deze gaat de prullenbak in. Dit vest is van Tommy Hilfiger. En die heb ik serieus al sinds de eerste of de tweede klas. Dus ik heb hem echt al jaren. En ik vind hem nog steeds. Het is nog steeds een heel mooi vest. Niks meer aan de hand. Niet klein geworden of verkleurd of wat dan ook. Dus het is een hele goede kwaliteit. En ja, ik draag eigenlijk niet meer zo heel vaak vesten. Maar als ik een vest pak en er toch een beetje fatsoenlijk uit wil zien. Dus niet echt een trainingsvest of zo. Dan zou ik altijd voor dit vest gaan. Dus dat is denk ik wel mijn lievelingsvest. Als je het zo kan noemen. Dan hebben we hier eerst wat zwarte blouses. Ik heb hier heel veel van die sheer-achtige blouses waar je een beetje doorheen kan kijken. Vind ik heel fijne blouses. Hier een normale zwarte blouse, een grijze blouse, een donkerblauwe blouse, ja, deze. Deze heb ik laatst nog een keer aangehad, maar die moet ik weg gaan doen. Het is een XS en hij is bij de schouders echt te small. Ik heb hem laatst nog een keer aangehad en ik vind het wel een hele mooie kleur. Ik hou heel erg van donkerblauw. Maar ondanks dat ik hem mooi vind, als hij niet helemaal past, dan kan ik het beter gewoon wegdoen. Dus deze gaat naar Gambia. Deze blouse vind ik wel heel erg mooi. Dat is een hele diepe kobaltblauwe kleur. Vind ik prachtig. En het is ook, ja, kobaltblauw. Het heeft ook wel een beetje paars in zich. En blauw en paars zijn echt mijn lievelingskleuren. Dus dit is helemaal iets voor mij. En die heb ik ook gekocht samen met een hele grote statement ketting van Primark. Haast al die sheer blouses komen allemaal van Primark, vrijwel bij mij. En dat vind ik echt een hele mooie kleur. Dus deze hou ik zeker. Laatst heb ik nog een keer een spijkerblouse gekocht van Silver Creek. Dat is de enige spijkerblouse die ik heb. Dan kom ik hier wat meer bij mijn nude-kleurige blouses. Gele, roze en witte. En dit is er net zo een. Ik weet niet wat ik ermee moet. Dit is echt, dit is eigenlijk mijn lievelingsblouse. Als ik het zo mag zeggen. Deze heb ik ook echt al jaren. Ik denk ook in het begin van de middelbare school een keer gekocht. Toen ik met mijn moeder een weekendje weg was. En deze zat zo mooi. Dit is een G-Star blouse. En ik moet zeggen, ik ben niet altijd tevreden over de kleren van G-Star. Ook al droeg ik ze vroeger wel heel veel. Maar ik vind dit echt, dit was echt mijn lievelingsblouse. Alleen hij zit heel strak nu hier bij de armen. En bij de schouders. Dus ik heb hem al lang niet meer aangehad. Dus hier moet ik... Ondanks dat het sentimentele waarde heeft, moet ik deze denk ik maar wegdoen. Of weggeven in ieder geval. Ik heb dus nog flink wat lege hangers aan. Ja. En daarom denk ik dat ik hier dan wat truien uit ga halen en hierbij ga hangen. Welke ga ik eruit hangen? Deze sowieso, die dikke. Zo, dit zal wel echt heel veel schelen. Ja, dat zijn ook echt mijn hip-hop truien. Deze trui heb ik gekocht op het... was het EK of WK? WK. WK in Schotland heb ik denk ik deze... Ja, WK in Schotland heb ik deze gekocht. Ook een van mijn lievelingstruien. Dooptrui van Global Dance Gear. Zien jullie dat? Ja. Hierboven heb ik twee stapeltjes shorts en rokjes liggen. Volgens mij zijn het grotendeels shorts. Ik heb maar twee rokjes, denk ik. En ik heb hier dus een stapel met lichte en hier een stapel met donkere / knalroze. En die ga ik even fatsoenlijk opvouwen en netjes neerleggen. En dit rokje. Dit rokje. Precies hetzelfde. Weer heb ik of in eerste of in tweede klas gekocht. Dus ik heb hem al super lang. En ik vind het echt een heel mooi rokje. Hij is van de Zara. Maar hij is gigantisch kort.
En hij zit ook wel krap. Dus ik ga die wegdoen. Maar het is ook wel maat 34, dus het is heel klein. Maar ik vind het echt een super mooi rokje. Ik weet niet waarom, maar hij is wit en hij heeft dan toch die dingetjes. Ik vind het echt een leuk rokje, maar ik moet dit wegdoen. Ja. Zo. Dit broekje daarentegen, dat hou ik zeker. Dat is echt mijn lievelingsshorts van Josh V. Dit zijn broeken zoals je ziet. En ik heb ze al een beetje gesorteerd op wit, licht. Licht is blauwe spijkerbroeken. Zwart en donkerblauwe spijkerbroeken. Dus die ga ik ook allemaal eventjes op kleur sorteren. En goed opvouwen dat het gewoon netjes is. Nou weet ik dat ik hier het een en ander in heb zitten. Ik heb twee van deze heel basic spijkerbroeken van de H&M. En dan ga ik er eentje van wegdoen. Dit is een hele oude G-Star broek. Zo'n 96 broek. Een beetje mensen die mijn leeftijd zijn, zullen ze wel kennen. En die ga ik wegdoen. Ik vind het nog steeds wel een mooie broek. Maar dit doe ik toch niet meer aan. Dit is al niet meer echt. Het is al heel oud. Dus die gaat naar Gambia. Hetzelfde geldt voor deze. Dit is ook echt. Dit vind ik wel echt een hele mooie broek van G-Star. Ondanks dat de meeste broeken van G-Star mij niet zo staan. Want bij mijn billen zitten ze los. Ik vind dit echt... Deze broek heb ik alleen gekocht om de zakken. Zien jullie de zakken? Ik vind het zo mooie zakken. Ja, daar werd ik verliefd op. Maar de broek zit nou strak bij mijn bovenbenen. Dus daar kan ik niet echt iets mee. Dus die ga ik wegdoen, denk ik. Ik kan er ook geen shorts van maken, want dan knip ik de zakken voor de helft weg. Drie blauwe spijkerbroeken. Even kijken. Witte driekwart broek. Zal ik die bij shorts neerleggen misschien? Even over nadenken. Denk het wel. Witte driekwart broek. Mijn nieuwe witte broek. Dit zijn drie lichte broeken. En eentje van Supertrash met felblauwe, kobaltblauwe coating. Vind ik wel een hele mooie broek. Twee hele basic zwarte broeken van Pieces. Doe ik heel vaak aan. Eén zwarte leren broek. Doe ik ook heel vaak aan. Eén zwarte broek met coating. Vind ik ook altijd heel mooi. Ik hou van zwarte broeken, dus daar kun je me niet op. Daar kan ik niks mee. Dit is de broek, die heb ik laatst nog een keer. Maar met broek heb ik echt zwart gemaakt. Die wil ik ook houden, anders dan was dat ook een beetje zonde voor niks. En ja, dit is de enige broek. Deze ga ik denk ik wegdoen. Dit is een zwarte broek met leren details. Af en toe hier leren knieën en zo. Maar, en hij zit wel fijn. Maar dit, ja, ik ga deze echt doen. Ik heb al mega veel zwarte broeken, deze. Laat hem weg. Oké, dan ben ik door mijn broek heen. De indeling is prima. Nu even alles opvouwen. Hier op de bovenste plank van de kast heb ik een stapel met nette rokken. En hier een stapel met basic shirtjes, hemdjes. Wel sommige met kleur, maar allemaal echt helemaal blanco met niks erop. Dus allemaal basics. Laatste heb ik hier dan nog een aantal aparte broeken die eigenlijk in geen enkel rijtje... Van wit, licht, donker of zwart tasjes met print. Dit zijn een stel broeken. En dit is een stapel die ik bij elkaar heb gezocht. Die wil ik gewoon allemaal weggeven. Dus deze stapel die gaat naar Gambia. En dan hou ik dus alleen nog maar alles wat ik hier heb over. En ik zat eraan te denken
Oh, mijn rokken. Die doe ik natuurlijk ook niet dagelijks aan. Die verplaats ik naar hier. En dan wil ik dus die t-shirts met lange mouwen met niks erop. Die ga ik naast de basic hemdjes leggen. Dus dan heb ik hier nog speciale broeken en rokken. Hier shirtjes met print. En daar al mijn basics. Oké, ondertussen zijn we helemaal klaar en wil ik natuurlijk jullie het eindresultaat laten zien. Ik heb even de lampen aangezet. Aan de linkerkant, dus bij het kledinggedeelte, zitten er ook lampen in de kast verwerkt. En zoals ik hier al zei, hierboven mijn glitterpet. En dan komt het hier het lange stuk met jurken en een beetje wat nettere tops. Onderin een mandje met sokken en onderbroeken. Dan heb ik hier het hanggedeelte met vesten en blouses. Kom ik een beetje naar boven voor korte broeken en shorts. Dan hebben we hier natuurlijk het IKEA keukenkastje met mijn sieraden. En in de lade als eerste zonnebrillen. In de tweede la netjes al mijn truien en sportbroeken. En in de laatste lade mijn haarspullen, mijn sporttops en korte sportbroeken, sportondergoed en riemen. Aan deze kant natuurlijk het deel met al mijn jasjes. En aan de rechterkant de giletjes. En dan hebben we hierboven al mijn basic shirts. Linkerstapel hemdjes, rechts korte mouwen, lange mouwen. Deze twee lades hebben de broeken. Wit, licht denim, donker denim en zwart. En dan hebben we daar twee stapels met shirtjes met opdruk of iets speciaals. En zoals je ziet staan achterin nou mijn schminkspullen. En hieronder hebben we nog een aantal speciale broeken. En mijn nette rokken en daarachter liggen tassen. En in de onderste mandjes heb ik mijn bikinis en BH's. En ja, wat ik zelf gewoon heel erg fijn vind aan deze kast, want ik ben er super blij mee, is het licht. Dus dat er allemaal, zoals ik hier even zal spieken, van die lampjes achterin zitten. En daar ben ik heel blij mee, want zo heb je altijd mooi overzicht. En die lichtjes, dat geeft het ook al een beetje een idee alsof je echt in een winkel bent. En dan ziet het er natuurlijk extra mooi uit, alsof je in je eigen kast aan het shoppen bent. Wat ook heel belangrijk is, om allemaal dezelfde kleerhangers te nemen. Zo krijg je echt de meeste clean look natuurlijk. En ook de kast zelf moet niet een te opvallende kleur hebben. Dus gewoon hout of wit of zo. Geen gekke dingen. Dan natuurlijk om alles zo netjes mogelijk gewoon goede categorieën te maken met indelen. Zoals dat ik echt daar al mijn jasjes heb. En hier al mijn broeken en daar alle vesten. Dat ik zo alles duidelijk ingedeeld heb. En als je het dan op categorie hebt ingedeeld, dat je het dan ook nog kleur codeert. Dus van licht naar donker. Zeggen, natuurlijk moet je daar wel de ruimte voor hebben, maar hou de stapels zo laag mogelijk. Hoe hoger je stapels worden, hoe messier het wordt natuurlijk. En ik denk dat mijn stapels zo best wel meevallen. Ze zijn niet heel hoog. En dat is wel fijn. Ondanks dat er natuurlijk wel heel veel ruimte is. Deze kant is niet verlicht. En zoals ik zei, hierboven heb ik al mijn wintersjaals.
En de jassen en panties en leggings. En hier ben ik ook heel erg blij mee. Alle vakjes zitten nu wel vol, behalve dan dat ik daar nog plaats krijg voor extra laarzen. Oké, dus er kan niet heel veel meer bij qua schoenen, maar dat hoeft ook niet. Ik vind dat mijn collectie wel prima is zo. En mocht er nog iets bij komen ooit, dan gaan er waarschijnlijk gewoon andere schoenen weg. Wat ik ook heel mooi vind in deze kamer, waar ik super blij mee ben, is de vloer. Laminaat. Zoals je ziet is het heel breed laminaat. En eerst lag er licht laminaat. En dat is ook wel prima. Maar ik vind juist het contrast heel mooi dat dit laminaat iets donkerder is. En dat, dat de kast zo mooi van wit strak hout is gemaakt. En dan moeten nog plakplintjes op. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Ik ben er heel blij mee. Nu lijkt alles en alles zo netjes. En de stapels zijn zo netjes. Ik hoop dat ik dit voor elkaar blijf houden. Daarom wil ik ook lage stapels. Want hoe hoger de stapels, dan wordt het echt een drama. Maar ik ben nou echt heel blij mee. Ik heb alles op dezelfde manier opgevouwen. Oh ja, dat is ook echt een belangrijke tip. Wil je het zo rustig mogelijk laten ogen, moet je alles op dezelfde manier opvouwen. Wellicht dat er nog ooit het een en ander verandert. Maar eigenlijk ben ik nu echt wel heel erg tevreden met de indeling. En mocht het nog ooit helemaal grof anders worden, dan kan ik er altijd nog een update van geven. Maar ik heb er goed over nagedacht in ieder geval. En omdat we natuurlijk de kast ook zelf helemaal hebben ontworpen, kon ik alles al helemaal naar mijn smaak indelen en precies zeggen ik wil dat daar en dat daar en dat daar. Dus ik heb er heel goed over nagedacht, dus ik denk dat er niet zo heel veel meer zal veranderen. Dat is het eigenlijk wel. Dan zijn we eigenlijk klaar met deze video. Dus mochten jullie benieuwd zijn naar meer video's, dan kun je natuurlijk altijd abonneren op mijn YouTube kanaal. En als je deze video leuk vond, dan vergeet niet om hem te liken of thumbs up te geven natuurlijk. Daar zou ik heel blij mee zijn. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!